Welkom bij de tweede Miss Beauty Diaries vlog. Want zoals ik in de vorige video heb uitgelegd, wil ik het allemaal gaan vastleggen. Tuurlijk wil Lois alles vastleggen en met jullie delen. Dus dat ga ik zeker doen. Vandaag gaan we een fotoshoot doen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb hier dit als inspo van de fotoshoot. En deze make-up moest ik zelf proberen te recreëren. Nu ben ik nog steeds niet zo goed in heel erg veel make-up. But I think I did okay. De foto's worden van je sms, je sms-foto en gewoon de foto die je representeert in de misverkiezing, zeg maar. Dus de foto, dus nou ja, pressure. Dus dat gaan we vandaag doen, dus ik ben heel benieuwd en ik ga jullie meenemen en laten zien hoe het gaat worden. Ik ben zo'n vlogger. Oh, en ze haat, Miss Vera haat het. Ik ben verremmen. Jongens, we gaan naar de rotonde. Vorige keer was het ook in Meidrecht, de auditie. En deze chick ook bij. Want die is ook door, dus mede mis. Die woont dicht bij mij, dus we gaan samen gezellig met de taximama naar de fotoshoot. Wat ben je benieuwd naar de fotoshoot? Ja. Ja. We zijn er. Laat ons dit niet meer ophalen? 2 uur, 1:30. Kort voor 2. Ongeveer. Ja, want we hebben hierna social media training. Oh ja. We zijn er bijna. 66B. Oh ja, ik kan niks. De bestemming is rechts van je. Ze had wel een appje gestuurd volgens mij. Dus we moeten even kijken van hoe we er officieel komen. Meid, wat heb jij allemaal mee? Echt heel veel. Dankjewel. Oké, jongens, we zijn er. Nou ja, bijna. We zijn er bijna. We hebben er nog iemand. Hi! Het meest steegje van een steegje inlopen voor. Je hoort me toch niet, want je hoort alleen maar haar. Met klussen. Ah, nou, dan moeten we daar zijn. Oh, hallo! Sowieso. Hi! Tuurlijk! Hallo! Dit zijn de Miss Teens! Oh my god! Iedereen is super enthousiast dat ik een camera mee heb, volgens mij. Not. Een van onze misses. Yay! Yay! Meer. Strapless, we got it. Ja, wie wil even proefkonijn zijn? Ik wil er. Oh, iedereen wil. Intro van de finale, een draaitje bij. Ja, gewoon een beetje zwoel lachen of niet in je haar. We kunnen heel veel takes doen hoor, dus okay, top. Nou, it's helemaal ready. Eigenlijk is het filmpje alleen jou verkoopt. Oké. Dus als jij jezelf het mooiste vindt als je lacht, dan lach je lekker veel. 3, 2, 1. Jongen, one taker. En we zijn klaar. Ja. Damn, nice. Oké. Okay. Ja, Oekie. Doe even zo. Zo voor je hand? Ja. Oh, ja. Ja, kijk, zo even mooi. Anders ook, maar. Je mag dus ook met je, weet je, met je haar spelen. En 3, 2, 1. Ik zie je zo goed laden. Ja, maar ja. Ik ben gewoon scheef. Ja, maar niet. Ik zal het wel zijn. 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 Ik zal het wel zijn.
Oh, dat... Hij maakt een grapje niet heel. Wat? Heel mooi. Die is mooi, die is echt mooi. Girl! Meid, de ene foto is mooier dan de andere. Die is mooi. Die is heel mooi. Ja. Die schouders. Ja. Ja. Nou, daar zit wel één goeie in. Die is ook mooi. Nee, je hebt er maar één nodig. Ja. Ja, dit mooi. Ja, oh my god. 2, 1, en juist. 2, 3, 2, 1, en juist. Are you ready? Ja. Yeah. Zit je lekker? Ja, hartstikke. En allemaal gekke vloggers hier. Gekke. I don't feel aangesproken. Hey! Ik ben echt diep. Hoe vond je dit vandaag? Ik vond het leuk! Ja, we hebben even alles aan het landen, alle informatie. Maar het is wel heel leuk. Ik kan het allemaal weer terugkijken zometeen. Ik kwam net uit de fotoshoot. En precies tegenover vond ik deze winkel. En ik heb het jullie nog niet verteld, maar ik wil een inzamelingactie gaan doen voor Linda Foundation. En daarbij wilde ik armbandjes gaan maken. En ik had met mijn moeder al online gezocht en gekeken van hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat veroorloven. Het kost gewoon veel geld natuurlijk om dat allemaal te maken. En nu vond ik dus hier toevallig een knutselwinkel waar je perfecte bandjes hebt om armbandjes mee te maken voor een oké prijs. Dus ja, exciting. Dat is wel echt heel erg toevallig en ideaal. Door de broek heen en daar komt een knoopje. Zet je naar de andere kant, hele stip en dan op dat knoop. Zit er wel 50 meter. Yes! Knutsel fruitsel, hè? Ja! Nee. Dankjewel, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Super bedankt. Doeg! Jongens, oh my god. Ik had het niet verwacht. Nou jongens, dit was de tweede vlog van mijn Miss Journey. En het was echt heel erg leuk. Ik weet niet. Ik vind het gewoon allemaal nog heel erg bijzonder wat er allemaal aan het gebeuren is. De foto's die we hebben gemaakt staan, zijn zo meteen de foto's voor zeg maar de stempollen. Dus ook voor... Je kan stemmen voor mij op een gegeven moment, dus doe dat vooral. Maar dat laat ik jullie natuurlijk weten zodra dat bekend is. Wat ook leuk is, is dat jullie kunnen doneren voor Linda Foundation. Ik moet de gemeente nog gaan mailen of bellen om te regelen dat ik die meetup kan organiseren en al dat soort dingen. En dan komt er snel een datum dat ik het echt wil gaan doen. Dus je kunt sowieso al doneren via de linkjes in de beschrijving met een tikkie of gewoon via de site. Whatever you want. Alles is gewaardeerd. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dat jullie me willen supporten in deze journey naar misschien wellicht Miss Utrecht. Wie weet. Dus laat vooral veel liefde achter in de comments. Een duimpje omhoog. Deel dit met al je vrienden. Want ja, ik moet natuurlijk favoriet worden. Maar alle hulp is gewaardeerd ook in die zin. Dus deel dit vooral en dan maak je me heel erg blij. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!